De Amerikaanse Hogeschool voor Barbiers in Los Angeles heeft nieuwe leermiddelen in gebruik genomen. Aankomende Figaro's willen bij hun studie nog wel eens hun hoofd verliezen, hetgeen voor het hoofd van de cliënt meestal minder prettig is. De nieuwe modellen lenen zich bij uitstek voor een volmaakte vakopleiding, daar elke fout onmiddellijk degene die onder het mes zit doet ontploffen. Het mes moet vlijmscherp zijn, het hoofd van de leerling koel, anders raakt zijn baas binnen een ommezien van tijd een klant kwijt. Deze nieuwe onderwijsmethode voor het verwijderen van de baard heeft overal veel opzien gebaard.